Wat leuk dat je weer meekijkt. We gaan vandaag aan de slag met een zomerse stampot. De stampot bestaat natuurlijk uit aardappels en daar gaan we mee beginnen. Die gaan we eerst schillen en in kleine stukjes snijden, zodat die lekker snel gaar wordt. Want wat willen we in de zomer? Gewoon lekker makkelijke, snelle recepten. En daar ga ik je vandaag bij helpen. Gebruik hiervoor kruimige aardappels. Dan wil je liever geen aardappels gebruiken. Dan kun je de aardappels ook prima vervangen door zoete aardappels. Voeg een snufje zout aan de aardappels toe. En zet het deksel op de pan. Nou, de stampot gaan we lekker maken met een rode pesto. Wat hebben we daarvoor nodig? In ieder geval een goede krachtige blender. Wat zongedroogde tomaatjes of half gedroogde tomaatjes. Een teentje knoflook. Die doe je in de blender. Ongeveer 50 gram parmezaanse kaas. Nou, ik schat in een eetlepel of 2-3 pijnboompitjes. En een paprika, die heb ik gisteren al even gegrild onder de hete grill van je oven. En dan blakert die zwart. Doe je hem in een kom, dek je hem even af en dan kun je zo het schilletje verwijderen. En als je het schilletje verwijderd hebt, dan zet je hem gewoon, doe je hem in een potje, een glazen potje. Zet je hem onder met olie. En dan kun je een paar weken gebruiken. Dan zet je hem weg in de koelkast en dan conserveert hij als het ware. Een scheutje olie. En een snufje zout. Een proefje tussendoor even. Heerlijk. Heerlijk. Hiermee ga je stampot goed pimpen. Dan scheppen we over in een bakje. En wat het leuke is aan deze pesto is, maak een goede berg vooruit. En zet het in je koelkast onder een laagje olie. Dan kun je hem altijd gebruiken. Ook kun je hem goed een dag van tevoren maken of een paar dagen van tevoren. Dan heb je op de dag zelf er niet zoveel werk aan. De pesto is klaar. We gaan even kijken hoe het met de aardappels is. Wat gaan we nog meer door de stampot doen? Dat is wat cherry tomaatjes, rucola en wat blokjes feta. Nou, wat gaan we met de cherry tomaatjes doen? Die doen we eventjes om en om bakken in de koekenpan. Je kunt er ook voor kiezen om ze even te poffen in de oven. Dat is maar net waar je tijd voor hebt. Weer een scheutje olie erin. Die halveer je gewoon even. Wil je nou nog meer receptinspiratie? Kijk dan op mijn site. Het is helemaal niet zo dat je alleen in de winter stampot kunt eten. Ik maak hem nu heerlijk zomers door er tomaat en feta en rucola doorheen te doen. En uiteraard de rode pesto. Maar je kunt er ook lekker allerlei verschillende soorten groenten doorheen doen. Denk bijvoorbeeld aan jonge bietjes of peulvruchtjes. Groene pesto is ook heel erg lekker erdoor. Een klein beetje bestrooien met wat peper en een snufje zout. Zo, en als de tomaatjes licht gebruind zijn, dan kan je het vuur uitzetten. Ze hoeven niet helemaal kapot gebakken te worden. Het lekkerste is als ze gewoon nog hun bite hebben. En dan gaan we de stampot op smaak maken. En wat het leuke is aan deze stampot is, of eigenlijk het fijne is, dat het niet zo'n hele vette stampot is. Want je hoeft er geen melk in te gebruiken. Ik gebruik er ook geen boter in. Die vervang ik door lekker een scheut extra vierge olijfolie. Dat is ook nog eens heel gezond. En alle smaakstoffen zitten natuurlijk in de rode pesto. Nou, stamp even een flinke eetlepel erdoorheen. Nog een scheutje extra vierge olijfolie. En dan doen we er wat van de rucola doorheen. Zo,
Die roer je er gewoon doorheen. En de tomaatjes. Bloed heet. Klein beetje zout nog. Dus je stampot klaar en dan gaan we het bord opmaken. Kijk. Dat is toch een mooi feestje om te zien. En nog wat van de overgebleven pijnboompitjes erover. Hier kruimelen we wat feta over. Een plukje rucola erop. En klaar is je zomerse stampot. Eet smakelijk! Volgende week weer een verrassend nieuw recept. Kijk je weer mee? Tot volgende week!